Horen is het nieuwe zien. Je gaat nu luisteren naar een documentaire uit de reeks Luister naar wat je zag. Dit is de Rijkspolitie. Ik heb wel bewust gekozen toen voor de Rijkspolitie. Ik vond dat eigenlijk veel meer, hoe moet ik dat zeggen, veel meer bij mezelf passen. Ik wilde ook niet bij de gemeentepolitie, want dan, als je dan in de plaats gaat werken waar je woont en opgegroeid bent, kom je altijd dezelfde mensen tegen. Dus vandaar dat het ook dat Rijkspolitieverhaal werd. Tot 1994 waren er twee soorten polities in Nederland. De stedelijke gemeentepolitie en de wat landelijke Rijkspolitie. Twee typen uniforms, twee soorten schoenen, allerlei soorten politieauto's, gescheiden districten. Twee verschillende bazen, twee culturen. Algemeen, kleine gemeente tot maximaal 25.000 inwoners, daar is de Rijkspolitie actief. Alle resterende grote gemeenten, de gemeentepolitie. Mijn naam is Frederik. En samen met Peter, die je later hoort in deze uitzending, leid ik je in een klein uur langs een kronkelpad aan feiten. Je hoort interviews, films, muziek en de praktijk van het naast elkaar leven van twee polities in Nederland, die nu al bijna 25 jaar in elkaar zijn opgegaan. De film- en tv-muziekfragmenten zijn uit de periode 1979 tot 1994. Ja, je zal wel denken tv en films op radio, maar de beelden, die blijk je niet nodig te hebben. Het geluid is al voldoende. En de muziek, catchy pop, aanstekelijke house en jazz. We beginnen. Dit verhaal start met de persoonlijke ervaringen van oud-wachtmeester eerste klas van de Rijkspolitie, Jan de Winter. Ja, ik ben toen begonnen in 1971 in de opleiding in Hoorn. En na een heel jaar ben ik in 1972 terechtgekomen bij het afdeling verkeer. Maar ja, voordat ik daar bij verkeer kwam, moest ik eerst voor 3 maanden naar Bilthoven, naar de verkeersschool. En pas in 1972 mocht ik dan naar de Algemene Verkeersdienst, de autosnelwegpolitie, om het zo maar te zeggen. Nou ja, daar ben ik gekomen. In eerste instantie kwam ik daar terecht bij de ongevallendienst, de OAS, ongevallendienst autosnelwegen. En ja, hartstikke leuk, maar als je die Porsche weg ziet rijden, wil je toch graag naar zo'n Porsche toe. Dat wil je graag. Dat heb ik ook gevraagd. En op een gegeven moment werd het toegestaan. Dus dacht ik van, nou, dan kan ik lekker in de Porsche rijden. Dus niet. Dan moest ik eerst nog 6 weken in een Porsche rijden, want ik moest leren auto rijden. Nou, dat hield dus in dat je dus je stuurmanskunst werd verbeterd en op Zandvoort ging rijden. Omdat je daar dus de bochtentechniek onder controle kreeg. En daar mocht ik dan in 1973 mee de weg op. En als ik de weg op ging, dacht ik van, nou, dan gaan we. Ja, niet waar. Want je kende nog niks. Daar was je dus pupil. Je mocht alleen maar met een mentor weg. En na verloop van tijd dan begin je wat ervaring te krijgen. En dan zeggen ze, nou weet je wat, je wordt tweede bestuurder. En dat hield weer in dat je dus ietsjes meer mocht. En dat je dus ook af en toe eens in de spits mocht rijden. Want als pupil in de spits rijden, dat was natuurlijk uit den boze. En na je tweede bestuurder werd je eerste bestuurder. En als het dan goed genoeg ging, dan werd je weer mentor. En dat deed je 2 jaar over. Nou, ik had het geluk dat ik het in 1,5 jaar mocht. Maar dat vond ik niet zo leuk. Dus toen ben ik ook meteen weer overgestapt naar de groep onafhankelijke surveillance. Mag dat een langdurige opleiding heten? Tel even mee. Begin 1971. 1 jaar interne opleiding, vervolgens ongevallendienst 3 maanden, dan 6 weken Zandvoort en slipcursus al daar. En oefenen op Far East, een gedeelte van het militaire terrein Vlasakkers bij Amersfoort. En dan learning on the job in de Porsches op de weg. Pupil, tweede bestuurder, eerste bestuurder, mentor en dat allemaal in 1,5 jaar. In 1976 stapt Jan over naar de onopvallende surveillance. Dus 5 jaar buffelen, waarmee je begrijpt dat hij, Jan, even iets anders wil. De opleiding van Jan en zijn collega's is in het Limburgse dorp Hoorn. Daar staat het laat-middeleeuwse kasteel Exaten tot hun beschikking. Een complex met 18e en 19e eeuwse uitbouwen van zalen en slaapvertrekken. Ruim voldoende voor onderwijs, sport en ontspanning. Even een opsomming van de faciliteiten.
kamers van de hoofden van dienst, eetzaal, kantine, ziekenzaal, dokterskamer, magazijnen, afwas- en groentekeuken, munitiebunker, sportzaal, tuin met wegen en paden, parkeerplaats, exercitieterrein, sportterrein, legeringsgebouw bestaande uit 65 tweepersoonskamers, waslokalen en toiletten, lesgebouw met 8 leslokalen, hulpmiddelenmagazijn, docentenkamers en een filmzaal. Bij de groep onopvallende surveillance, waar hij in een gewone middenklasse auto op de snelwegen ander verkeer in de gaten houdt, blijft hij tot 1984. En Jan gaat er weer terug naar de Porschegroep. In de bioscopen en op de tv, ten tijde van de carrière van Jan, ontstaat er bij het publiek midden in de jaren 70 interesse voor het politiewerk. Onder andere door de romans van Jan-Willem van der Wetering en Albert Baantje. Weet je wat me altijd weer opvalt, de kok? Je legt ze stevast op de gekste plaatsen neer. Eén ding is zeker, je patiënt is dood. Dat dacht ik ook al, hij heeft een beetje rare kleur. Kom. Net tegen de officier dat ik mijn meest competente team op deze zaak heb gezet. Stuk voor stuk jonge kerels. En wie lopen we tegen het lijf? De oude rot in het vak. Wat doe je hier, de kok? Het is jouw zaak toch niet? Nu wel. Als jij mij probeert te kakken te zetten, de kok, waar de officier van justitie bij staat. Het enige wat ik probeer is de moordenaar te vinden van het jochie daar. En wie is het dan? Ricky van Sloten. Ken ik die? Zijn moeder bracht altijd vis als Ricky weer eens in de cel zat. Dus een biasklant. Dat heet meneer Autodivi. Deed geen vlieg kwaad. Noem je dat geen vlieg kwaad doen? Roof en moord? Misschien is het u ontgaan. Maar dat jochie is nu zelf slachtoffer van moord. Twee dagen systeem hadden wij eigenlijk, dat is echt bijzonder. We werken 2 dagen, waren 2 dagen vrij. En die 2 dagen die aan het werk waren, dan was het eigenlijk door het hele land heen. Dus je kon eigenlijk niet van je werkplek, bij Breda bijvoorbeeld, kon je niet even gaan naar Driebergen rijden, om dan de volgende morgen weer te beginnen. Dus je blijft daar ook overnachten. Dus vandaar het 2 dagen systeem. En dat hield dus ook in dat je daarna dus 2 dagen vrij was. Want je werkte eigenlijk 24 uur per dag. Want dat was ook de hele opzet van het verhaal. En dat was natuurlijk uiteraard in het... In tegenstelling tot het gemeentepolitiewerk. De gemeentepolitie was eigenlijk plaatsgebonden. Je werd aangesteld bij de gemeentepolitie voor het grondgebied waar je moest werken. En dat was dan gemeente van Breda, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, noem het maar op. Terwijl de Rijkspolitie eigenlijk over het hele land zijn optredens mocht doen. Wat je wel had bij het Rijkspolitie, in ieder geval Algemene Verkeersdienst dan waar ik me bij zat, is de saamhorigheid van de mensen onder elkaar. Door de overnachtingen, je werkte eigenlijk maar op bijna 24 uur op 15 centimeter van elkaar af, kwam je veel te weten van je collega. Je moest ook iemand hebben die je kon vertrouwen. Als het niet werkte, dan moet je het ook zeggen, dan kreeg je een andere collega naast je, want anders ging het niet goed natuurlijk. Het is vanaf dit jaar 25 jaar geleden dat de Rijkspolitie en gemeentepolitie opgingen in één dienst. In 1948 is de Rijkspolitie ontstaan. Als afsplitsing van de marechaussee. De marechaussee is oorspronkelijk de militaire politie, maar doet nu overwegend civiele taken, zoals grensbewaking. De agenten van de Rijkspolitie zijn in die beginjaren als strak opgeleide pelotons aanwezig bij officiële gelegenheden, zoals Prinsjesdag, later
allang niet meer. Tijdens de langdurige opleiding van Jan wordt er ook aandacht besteed aan de bijzondere taken zoals de mobiele eenheid. Je kent ze, een attente groep politieagenten in beschermende kleding. Niet de minste protestacties vergen een zeer grote inzet van de ME. Enkele vallen op, zoals de hoofdstedelijke Nieuwmarktrellen in 1975, de enorme opstanden tijdens de kroning van Beatrix in 80 en de gewelddadige ontruiming van Shell-kantoor Marienburg in Nijmegen in 87. En bij die laatste worden krakers veroordeeld op basis van artikel 140, lidmaatschap van een criminele organisatie, zoals blijkt uit het standaardwerk Een voet tussen de deur, geschiedenis van de kraakbeweging. Jan, nu ook met ME-taken in zijn opleiding, wordt ingezet in 1977 en 1981. Het is wel wat je meemaakt. En ook zeker in de jaren 70, 80 met al die kapingen en met die gijzelingen en al die dingen nog meer. Ja, daar heb ik dan ook nog wat andere dingen bij gedaan. Ik ben ook bij de staf gezeten van de ME. Dat wil dus zeggen dat ik niet als ME'er ging, maar bij de staf, dus bij degene, bij de commandanten zelf. Zo heb ik dan bijvoorbeeld bij de punt in Assen gezeten. In ieder geval bij het kleuterschooltje. Daar op een gegeven moment. Dat was ook iets aparts. Heftige tijd, daar blijf je bij. Dat vergeet je niet, en zeker mijn kinderen niet. Bijvoorbeeld, Nijmegen. Daar moest op een gegeven moment een nieuwe parkeergarage gebouwd worden. De bevolking was erop tegen. Nou, dat is een veldslag geworden, van heb ik jou daar. Daar heb ik bij gezeten. Die demonstratie volgde op een ontruiming van 14 kraakpanden door 2000 politiemensen. Die huizen waren gekraakt omdat de gemeenteraad van Nijmegen heeft besloten daar een parkeergarage te bouwen. Om 5:00 vanochtend werd de binnenstad van Nijmegen hermetisch afgegrendeld en sympathisanten van de krakers die nog in de richting van de kraakpanden wilden optrekken, vond de politie op hun weg. Andere krakers en sympathisanten die de nacht in de binnenstad hadden doorgebracht, vormden een levende barricade in de toegangswegen naar de kraakpanden. Maar niet alleen levende barricades moesten worden geslecht, ook brandende. Rond de klok van 7:00 werden de sympathisanten met harde hand verwijderd om zo de weg naar de kraakpanden vrij te maken. Daarna trok de politie met veel traangas op tegen de harde kern van de krakers die rondom de gekraakte huizen was achtergebleven. En tegen dat gas was niemand bestand. De krakers gaven hun verzet op en verdwenen langs de politieafzetting. Van de andere kant was de politie inmiddels naar de kraakpanden opgerukt en legertanks begonnen meteen de barricades op te ruimen. De georganiseerde drugscriminaliteit, zware moordzaken en zelfs aanslagen stellen de veiligheid enorm op de proef. Alleen al Amsterdam kende in 1984 10.000 heroïneverslaafden. In Nederland waren er vele brandstichtingen bij macro-supermarkten en met
2000 doden is het verkeer dan 10 keer gevaarlijker en dodelijker dan nu. En zelfs de IRA pleegde 3 moordaanslagen, waarvan die in Roermond in 1990 de meest traumatische. Kortom, beide polities krijgen het druk. Want we zijn er nog niet. Geregistreerde diefstallen verdubbelen tussen 1980 en 1985. Aangiftes van vernieling stijgen in die 5 jaar met de helft. Perron 0 in Rotterdam, een uithoek van het Centraal Station, een barmhartig initiatief voor opvang van verslaafden, is een constante bron van overlast. Om de druk op politie en justitie iets te verminderen, gaan jonge vandalen niet meer de cel in, maar krijgen alternatieve straffen en niet meteen een strafblad. Bureau HALT, dat staat voor HET alternatief, begint in 1981 een eerste kantoor in Rotterdam. Internationaal valt Nederland ook op met de drugsproblemen en de criminaliteit die daarbij horen. In de bioscopen in China draait eind 80er jaren een zeer gewelddadige drugsmaffiafilm, China White, geheel opgenomen in de Nederlandse hoofdstad. Op de snelwegen begint Jan aan zijn werk voor de Algemene Verkeersdienst. De handhaving op autosnelwegen, dat was natuurlijk heel anders als wat nu eigenlijk is. Althans, toen die tijd in de jaren 70 en nu. Autosnelwegrijden was eigenlijk iets nieuws. Dat kende men nog niet. Dus we waren op dat moment eigenlijk meer opvoedend bezig als de bekeuring uitdelen. Wat we deden schreven we allemaal op. Dat doen we dan op zo'n papiertje. Dat was geel, dus we noemden dat geeltjes. En de procesverbaal was wit, dus dat waren witjes. Dus al wat we deden, ook een blok hout van de weg afhalen, dat werd opgeschreven. Dus eigenlijk kan je zeggen dat we dan... Het contact die we hadden langs de weg en wat we deden, kwam je eigenlijk met 40, 50 geeltjes kwam je terug naar je dienst. En misschien wel met 2 processen verbaal. Want je was opvoedend bezig om te vertellen hoe men dus veilig op zijn autosnelweg kon rijden. En ja, waar praat je eigenlijk over? Mensen reden toen een tijd met een simkaartje 1000. Met een DAFje 33. Allemaal van dat kleine spul van 1000 cc maximaal. En dan kwam jij dan met die Porsche aan blaren natuurlijk, want dat was een heel groot ding. En dat gaf natuurlijk een gigantische uitstraling. Dus je hoefde al niks meer te doen. Als ze in de auto's in de spiegel zaten, dan verstijfde men en hield zich gewoon aan de snelheid. Wat we dus veel deden ook met die Porsche om dus te laten zien dat je er was, is dan inhalende surveillance. Je reed dus harder dan het verkeer wat daar reed. En als je dat ingehaald had, dan had je ze jou gezien, dan pak je gauw een afritje, dan liet het verkeer voorbij rijden. En dan ging je weer achteraan. Zo dachten de mensen, hé, nog een potje. Dat moeten we rustig aan doen. Terwijl er maar eentje was. Ja, en dat stoppen op de vluchtstrook, daar krijg je natuurlijk ook bij dan. Dat kon toen die tijd nog. Want hoe breed was zo'n autootje? 1,80 meter hooguit. Op een stuk rijstrook eigenlijk van 3 meter. Dus je had alle ruimte om op de vluchtstrook te stoppen. Toen waren er ook nog geen vangrails. Dus je had ruimte om in de berm te gaan staan zelfs. Dus de veiligheid, die was er. Ook de verkeersintensiteit was natuurlijk vele malen lager als wat je nu hebt. Dus file ontstaan, daardoor, niet of nauwelijks. Auto's waren 30 jaar geleden 10 centimeter smaller en 10 centimeter lager dan nu. Voetgangers en fietsers moesten zich realiseren, autobumpers zijn van staal en eventueel met hard rubberen strips. Benzine bevat lood, dat wil zeggen tetraethyllood, een stof opgelost in benzine die daardoor beter ontbrandt. De prijs? 45 eurocent per liter. En zoals Jan al zei, veel snelwegen zonder vangrails, zeker aan de rechterkant. Was er wat aan de hand? Parkeer die even half op de weg, half in het gras. Parkeer je nu langs de snelweg, op de vluchtstrook, raast het verkeer vlak langs je, remt men af en je hebt een file. Voor de passagiers op de achterbank van de auto zijn autogordels dan nog niet verplicht, als ze er al zijn. De airbags zijn zelfs tot op de dag van vandaag nooit een verplichting geworden. Wetgevers dachten dat bestuurders zich te veilig gingen voelen met een airbag en hun gordels niet meer zouden gaan dragen. En waar nu toeristen foto's nemen van zichzelf en het Rijksmuseum,
reden er in 1989 nog auto's op een zesbaans brede boulevard van klinkers, een kleine racebaan van 400 meter. Sommige bewoners van een typische grote stad willen nog wel eens terechtkomen op eigenaardige plaatsen. We ontmoeten een Johnny, met in de ene hand het stuur van een Amerikaanse slee en in de andere hand een blikje bier. Muziek aan en met zijn broers gaat hij even een blokje om in zijn nieuwe woonplaats, om vervolgens staande te worden gehouden door twee agenten van de Rijkspolitie. Je hoort de film Vlodder uit 1986. Missie, stap weg. Stap weg nou! Goedemiddag, agent. Wij reden toch niet daar, dacht ik. Papieren? En geef meneer hier eens even de papieren. Papieren? In het dashboardkastje. Is er iets niet in orde, adjudant? Wie zijn dat? Dit zijn dan mijn broers. En wat hebben wij hier te zoeken? Wat bedoelt die agent? Wij rijden zomaar wat in de rondte, dat is toch niet verboden? En zijn wij niet een klein beetje ver van huis geraakt? Nee, dat dacht ik niet. Wij wonen hierachter. Oh ja, dat is waar. Er is de vuilnisbelt. Hoor je dat, Kees? De heren wonen hier. Ik ken jou. En die familie van jou ook. Oh ja, wachtmeester? En denk maar niet dat jullie hier geitjes kunnen flikken. Die hele familie van jou hou ik in de gaten en jou in het bijzonder. En als ik ook maar dat merk, dan grijp ik je. En dan kom je er niet weer zo gemakkelijk vanaf. Ik ken nog genoeg collega's die met jou een goed gesprek onder vier ogen op prijs stellen. Een goed gesprek is nooit weg. En nou oprotten. Voor de Porsches. Ja, Porsches waren eigenlijk die bijzondere auto's voor ons. Die hadden we echt wel nodig. Dat gaf zo'n uitstraling dat de mensen die reageerden al als ze zo'n auto zagen. Zou je een ander autootje zien, dan zeg je, oh ja, het is een zakenauto, dat gaat om. Maar een Porsche, dat heeft zoveel kracht en zoveel power. Dat gaf ons veel ruimte om dingen te doen zonder daar echt veel moeite voor te doen. Ook natuurlijk voor wat betreft de kracht van zo'n auto, de snelheid. Als je dat afzet in de tijd van de jaren 70, reed je met bijna 2 liters, terwijl de rest nog maar met 1000 cc reed. Dus ja, die had al een overkill. Aan power had je het al op een gegeven moment. Maar goed, doordat je zo snel was, kwam je ook heel snel bij zaken terecht die best wel heftig was. Zware ongevallen bij wijze van spreken. We werden heel snel toegestuurd om daar de eerste maatregelen te nemen. Wat waren de snelle auto's? We waren sneller dan andere instanties.
ja, wat blijf je dan bij dat soort dingen? Dat je, ja, heftige zaken, laat ik het maar zo zeggen. Ik kan je nog elke ongeval vertellen waar we dood waren, die ik heb meegemaakt. Ik heb zo'n plaatsje gegeven, dus ik kan er goed mee omgaan, daar gaat het niet om. Mijn naam is Peter en je luistert naar de documentaire De Rijkspolitie. We zijn halverwege. Waar gewonden, nabestaanden en hulpverleners mee moeten dealen, wordt pijnlijk duidelijk. Vergevingsgezind is de weg niet. Een onderwerp waar tv-programma Andere Tijden al aandacht aan besteedde. Jan vertelt nooit de details. Hij heeft het een plaatsje kunnen geven. Vergis je niet, hulpverleners of de eerste ter plaatse zijn geregeld in shock. Bijvoorbeeld de avond van donderdag 8 september 1983. Drie mannen van 19, militairen, rijden op de Waterlandse weg, net buiten Almere Haven, en komen, aldus de politie, door onbekende oorzaak op de linkerweghelft terecht. Hun auto ramt een tegenligger. Twee van de drie militairen komen door de klap meteen om het leven, en de derde overlijdt de ochtend erop, in het ziekenhuis. De vier inzittenden van de tegemoetkomende auto raken ernstig gewond, maar overleven. De snelwegen in België zijn berucht. Op zaterdag 14 oktober 1989 is een Nederlands-Surinaamse rapgroep op weg naar huis na een optreden in Westerlo. Hun auto slipt op het door regen spiegelgladde wegdek, ramt een verkeersbord en vliegt in brand. De zes inzittenden, in leeftijden tussen de 17 en 24 jaar, overleven dit niet. Die maandag erop is het identificatieteam van de Rijkspolitie naar België gegaan om de stoffelijke resten naar Nederland te brengen. Het gaat om drie mannen en drie vrouwen. Ze woonden in Rotterdam, Krimpen, Amsterdam en Lelystad. Het verschil was dan ook eigenlijk dat de mensen van de gemeentepolitie, die konden veel makkelijker natuurlijk naar het bureau rijden om dingen uit te zoeken. Terwijl wij het ter plaatse moesten oplossen. Dus de zelfstandigheid van de Rijkspolitie, tenminste de algemene verkeersdienst om het zo maar te zeggen, ja, die was eigenlijk wat groter. Er had wat meer ruimte om wat dingen te doen. Een voorbeeld is eigenlijk een inner van Boetes die langs de weg tegenkwam. Die mochten wij ter plaatse innen. Terwijl de mensen van de gemeentepolitie terug moesten naar het bureau om daar te gaan innen. Dus dat verschil had je al. Wat ook niet in beeld past, zoals Amsterdam. Dat is zo'n apart korps. Ik zeg het even een beetje gechargeerd natuurlijk, want het is een prima korps, daar gaat het niet om. Maar zoals we allemaal weten, Nederland die had toen een aantal regio's en Amsterdam. Dat was, die deed precies waar ze zelf zin in hadden. En dat kwam ook uit in hun werkwijze op de autosnelweg. In plaats dat wij daar konden werken met onze Porsches. Nee, zei Amsterdam, wij hebben een eigen verkeersdienst. Wij doen het met Alfa Romeo'tjes. Weliswaar dezelfde uitmonstering en dezelfde kleding en toestanden. Maar het was Amsterdam. Leuk. We hebben leuk met die jongens samenwerken, daar gaat het niet om. Het is heus geen toeval dat er een gemeentepolitie en een rijkspolitie is. Er is een verschil in werkterreinen. De grote of grotere stad en de kleine stad en grote dorpen. Het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, zegt het in 1978 als volgt. Een van de factoren die van invloed zijn op de beslissing van de politie om een proces verbaal op te maken, betreft de urbanisatiegraad. In de grote steden bleek men vaker proces verbaal op te maken dan op het platteland.
Dezelfde uitkomst werd gevonden in een observatiestudie van de surveillance in 2 steden en 6 plattelandsgemeenten. Men vermoedt dat de oorzaak moet worden gezocht in de grotere integratie van de politie in de plattelandsgemeenschap. Sociale druk vanuit die gemeenschap stelt grenzen aan de handelingsmogelijkheden van de politie. Einde citaat. Buiten de steden werd de politieagent ook buiten diensttijd vaker gezien als de politieagent, met als gevolg dat je niet echt anoniem tips gaat geven. Daarbij bleek uit onderzoeken eind jaren 70 dat automatisering van gegevens ertoe leidt dat als je als burger informatie doorgeeft aan de politie, je door diezelfde informatie later zelf een verdachte kan worden. Precies, de opkomst van het begrip privacy. Tel daarbij op de versnippering. De Rijkspolitie had in de districten rondom Amsterdam alleen al 16 verschillende korpsen, voor praktisch elke gemeente 1. Wie doet wat? Welke politie gaat over welk gebied? Wie is eindverantwoordelijk? De gemeentepolitie had een duidelijk voordeel boven de Rijkspolitie. 1 stad, 1 team. Voor die gemeente is het dan al logisch om vaak te overleggen tussen politie, bestuur en justitie. 3 partijen die samen een denkbeeldige driehoek vormen. De burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris. In de praktijk is het dan de burgemeester die, weliswaar niet de eindbaas is, maar die wel de meeste invloed heeft. De chef van de recherche moet tekst en uitleg geven over de stand van de onderzoeken. En precies dat horen we in de film Amsterdam uit 1988. Burgemeester, verwacht me. Ah, daar bent u. Zoals ik al tegen de hoofdcommissaris en de officier van justitie zei, ik ben al niet bepaald onder de indruk van de mate waarin het onderzoek vordert. Wordt de waanzinnige moordenaar in de grachten van Amsterdam, naast de molens, de klompen en de bollevelden, de nieuwe toeristische attractie voor de komende zomer? Of kunnen we dat misschien nog voorkomen? Ik begrijp uw bezorgdheid, maar ik verzeker u, wij van onze kant doen er alles aan om die moordenaar een halt toe te roepen. Dat mag ik hopen. Amsterdam is een stad waaraan ik mijn hart verpand heb. Er zijn tijden geweest dat de reputatie van onze stad niet al te groot was. Maar ik mag toch wel stellen dat wij er de laatste jaren in geslaagd zijn het imago aanzienlijk op te vijzelen. De grachten zijn net ontdaan van alle rommel en nou liggen ze weer vol met lijken. Hier, lees de kranten. En ook in het buitenland schrijven ze erover. Amsterdam krijgt op die manier zijn slechte naam terug. Het gemeentelijk beleid en het politieapparaat worden dan een lachertje op deze manier. En als ik de hoofdcommissaris goed beluisterd heb, dan zijn er op korte termijn nog geen schokkende wendingen te verwachten in deze zaak. We zijn bezig nog een aantal sporen aan te trekken. Die dingen hebben tijd nodig. De leiding van het onderzoek, is die wel in goede handen op het moment? Oh, beslist. Erik Visser is een van onze beste krachten. Soms kan een nieuw iemand met een hele frisse blik tegen de zaken aankijken. U had daar een voorstel over, commissaris. Erik Visser is ongetwijfeld iemand met een goede staat van dienst, maar gezien het verloop van het onderzoek tot dusverre en het uitblijven van resultaten, werpt zich toch de vraag op of hij in deze lastige zaak wel de juiste man is. U heeft verschillende andere kandidaten op het oog? Er zijn een aantal capabele mensen die daarvoor in aanmerking komen. Wat denkt u daarvan? Ik vind niet dat we hier een zondebok moeten gaan zoeken. Er zijn verschillende redenen op te noemen waarom we niet verder komen. Dat ligt niet aan de leiding van het onderzoek. Maar denkt u niet dat juist een ander die impulsen... Ik heb het volste vertrouwen in Erik. En ik ben niet van plan iemand te vervangen. Goed. Dat is uw goed recht. En uw verantwoordelijkheid. We wachten dus nog even af. Laten we zeggen een dag of 3. Maar als er dan nog geen resultaten zijn, dan neem ik toch andere maatregelen.
Bij de onopvallende surveillance is Jan de undercoveragent op de snelweg. In een grijze BMW 320, een gele Ford Taunus of een bruine Alfa Alfetta. Politieagenten hebben tot hun beschikking diverse fotocamerasystemen, alle met tijdsintervallen waaruit de snelheid van auto's kan worden afgeleid. Deze fotoregistratie ging uiteindelijk over in videoregistratie. De twee polities in Nederland hadden een bonte stoet voertuigen in dienst. Kleine Italiaanse sportwagentjes, vierkante Engelse SUV's, lange Franse stationcars, Duitse middenklassers en Duitse sportwagens. Ik som even op. Verschillende types Volvo, de Alfa Spider en Alfa Sud, Porsche 911, Mercedes 190D, Peugeot 505 en 405, Opel Ascona, Range Rover, Ford Sierra, Ford Escort, Volkswagen Transporter en Volkswagen Golf, Mitsubishi Pajero enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op Schiphol is de Rijkspolitie zelfs met lichte panzerwagens aanwezig. En de Rijkspolitiekorpsen in Dalfsen en Ommen hadden de Volkswagen Transporters afgezworen en reden in vierwiel aangedreven Subaru's. Dit in verband met het terrein natuurlijk. Burgers, wij allemaal, mogen ook informatie gaan geven aan de politie, want dat helpt bij de opsporing. Na enkele proefuitzendingen start op maandag 15 november 1982 het tv-programma Opsporing Verzocht. Die avond live uitgezonden vanuit het hoofdbureau van de gemeentepolitie in Den Haag. Hoewel de term opsporing verzocht klinkt als het Nederlands zoals het in de jaren 50 werd gesproken, zijn zaken, als ze in de uitzending komen, sneller en vaker opgelost. Maar voor de presentatoren is het vaak puzzelen om telefoonnummers van Rijks- en gemeentepolitie uit elkaar te houden. In de loop der jaren zijn er natuurlijk ontzettend veel veranderingen geweest. Wij deden natuurlijk veel rijdend de controles. En gemeentepolitie, landgroepen, laat ik het maar zo zeggen, die konden dus ter plaatse gaan staan en zeiden, jongens, we gaan nou een alcoholcontrole doen. Maar dat werd op een gegeven moment ook van ons verwacht. Ja, dat was natuurlijk een grote verandering, want dat hoorde niet bij ons. En zo kwamen we dus ook met de staande controles van de alcohol, dus op een afritje staan, even laten blazen en al die dingen nog meer, gingen we zelfs naar controle van snelheid. Dat werd dan de SP01 genoemd. En dan werd een radarrood neergezet en een aantal voertuigen die stonden verderop. En als er eentje te snel reed, gingen wij erachteraan om dat aan de kant te zetten. En zo deden we het ook met alcoholcontroles. Groter opgezet, dus minder rijden op de weg, maar meer statisch werken. Dan hier staan, dan daar staan en dan die controle uitvoeren. Ook veel veranderingen had je dan op het technologisch gebied van Rijkswaterstaat, bij wijze van spreken, met matrixborden. Totaal onbekend. Een verhaal is dan in ieder geval dat een gezin uit Friesland kon via de Afsluitdijk Alkmaar naar beneden zakkend richting Amsterdam. En bij de Velse tunnel zien ze een matrixbord. Dat brandt. Wat is dat? Ze zijn gewoon gestopt op de snelweg. Dat kennen wij niet in Friesland. Nee, zo nieuw was dat, ja. Dus het moest allemaal weer verteld worden en nou, al die vernieuwingen toestanden. Leuk. Ja, nog meer nieuwigheidjes. 0611, dat was ook een nieuwigheidje. Dat mensen konden bellen als ze wat zien, dan konden mensen bellen en daar werd onmiddellijk op gereageerd. En dat werkte hartstikke goed. Behalve voor de Algemene Verkeersdienst. Want die werd nooit ingezet. Want 0611 komt dus op een bepaalde plek terecht en dan gaan ze meteen doorverwijzen naar de plaatselijke politie. En dat is niet de Algemene Verkeersdienst. Ook al was er een groot ongeval op de autosnelweg, werd er eerst gebeld naar de regio's. En dan pas naar de AVD. Dus we hebben er weinig mee te maken gehad. Dat we altijd wel als eerste plaats waren, ja natuurlijk. En dat we de ongeval opnamen, natuurlijk. Maar nog ze zelf, nee. Er zijn volop innovaties. Het jaar waarin Jan de Winter begint bij de Rijkspolitie is 1972. In zijn daaropvolgende volledige dienstjaar, 1973, wordt de maximumsnelheid op snelwegen van 100 km per uur ingevoerd. Maar de breedtes, bochten en hellingshoeken van snelwegen zijn al ontworpen voor hogere snelheden, zoals 120. De Rijks- en gemeentepolitie zitten met de handhaving op de weg in hun maag. Om hen te helpen wordt in 1990 het boetebeding aangepast. Kreeg je een boete, dan kon je meteen in beroep gaan. Na 1990 moet je de boete eerst betalen, anders heb je geen toegang tot een rechter. Thank you.
Veel problemen in Nederland komen door wegen waaraan wel behoefte is, maar die het landschap vervuilen. Een logische oplossing, de tunnel, is ver weg, maar schijn bedriegt. Het omslagpunt is, volgens betrokkenen, een studiereis in 1991 naar Japan. Ingenieurs van Rijkswaterstaat en de Universiteit Delft, ambtenaren van diverse ministeries en aannemers komen daarvan dol enthousiast terug. Boren in een slappe bodem, zoals de Nederlandse, levert geen technische problemen op, zo leren ze in Japan. De tunnelboormachines kunnen aan de slag in Nederland en in 1999 is de tweede Heinenoordtunnel klaar. De NOS-journaals besteden geregeld, net als nu, aandacht aan politiewerk. Luister naar respectievelijk 1989 en 1988. Het lijkt een gewone snelheidscontrole, maar langs de weg Apeldoorn-Dieren staan politieauto's met nepagenten. En uit vrees voor een bekeuring gaan de meeste automobilisten langzamer rijden. De proef met de etalagepoppen is een succes. De gemiddelde snelheid is al gedaald van 100 naar 85 km per uur. Bij een bovengronds metrostation in Amsterdam-Zuidoost begon de zoekactie. Vlakbij het postkantoor dat door twee gewapende mannen was beroofd. Getuigen hadden een vrij scherp signalement aan de politie opgegeven. En alle metrotreinstellen werden nauwkeurig doorzocht. Honderd politieagenten, rechercheurs en een arrestatieteam van de Rijkspolitie maakten jacht op de bankrovers. Met getrokken pistool en een aantal had zelfs kogelvrije vesten aan. Ook een vliegtuig en een helikopter van de Rijkspolitie deden aan de zoekactie mee. Er werd geen enkel risico genomen. Nadat een patrouillewagen die de achtervolging had ingezet door de bankrovers was beschoten. Na deze schietpartij stapten de overvallers uit hun auto en vluchtten de woonwijken van Amsterdam Zuidoost in. Het zijn woonerven omgeven door veel bomen en dicht struikgewas. Op aanwijzingen van buurtbewoners slaagde de politie erin de twee overvallers te arresteren. De politie zegt sterke aanwijzingen te hebben dat het duo betrokken is geweest bij de overval. Met een speurhond werd gezocht naar wapens en de buit van ongeveer 30.000 gulden. Op een groot aantal plaatsen in Amsterdam-Zuidoost was de weg afgezet. In de vluchtauto van de bankrovers zijn patroonhulzen gevonden. De overvallers zouden gericht op de politie hebben geschoten. Regeringen snappen dat een versnipperde politie en verschillende eindverantwoordelijken niet handig zijn. Hoe kijkt de regering naar de politie? In 1985 was een eerder wetsvoorstel voor een provinciale politie ingetrokken. En in de jaren die volgden hadden projecten als intensivering samenwerking politie en deconcentratie van de Rijkspolitie niet het gewenste resultaat. Premier Lubbers had zich in die jaren persoonlijk het zogenoemde politievraagstuk toegeëigend. Zijn kabinet Lubbers III was bij aanvang in 1989 dan ook klip en klaar. Gemeentepolitie en Rijkspolitie gaan op in één eengemaakte nieuwe politie. En in 1994 wordt die wens werkelijkheid. Deze politie is niet stedelijk, maar ook niet landelijk. En niet gecentraliseerd, ook niet lokaal, maar regionaal. Kortom, het zit overal wat tussenin. Een compromis. 1993, de aftrap van het laatste volledige jaar van de Rijkspolitie. In de wagens, de bureaus, op kantoor werd toen nog gerookt, konden de agenten alvast wennen aan de nieuwe groepen en hun nieuwe werkzame leven.
Ja, en zo komen we eigenlijk zo'n beetje uit in 1994. Dat is eigenlijk het jaar dat de reorganisatie plaatsvond. Gemeentepolitie en Rijkspolitie werden samen gevoegd. Dus de namen vervielen. En ook de cultuur van de Rijkspolitie was eigenlijk verdwenen. Porsche Groep verdween. Want met de reorganisatie ging ook de Porsche de deur uit. Dan gingen we later rijden met de Mercedes'en, 190e. Maar ja, Den Haag reed er ook al mee. Rotterdam reed met die auto's. Dus men zag niet meer wie wat was. Dat bedoel ik mee te zeggen van, men wist met de Porsche is algemene verkeersdienst. Een Mercedes is gemeentepolitie. Dat verviel allemaal. En dat kon je ook goed merken langs de weg. Want men had op een gegeven moment veel minder respect voor de algemene verkeersdienstman, dus de Rijkspolitieman, als toen die tijd, terwijl het dezelfde man was als van toen. Maar ja, we moesten wel mee dealen. En ik denk wel dat het goed gegaan is, maar toch. Einde van het verhaal. En we stapten over naar het nieuwe. Maar wie denkt dat hiermee de kous af is, komt bedrogen uit. Want hoewel de regionale politie in 1994 begint, moet die nog geen 20 jaar later alweer verdwijnen. Met het ontstaan van de politieregio's ontplooide zich in die jaren 90 het terrein van de ICT. En het zijn onder andere de computers die gaan heersen. In elke politieregio gaan de IT-systemen een eigen leven leiden en zijn moeilijk met elkaar verenigbaar en worden tenslotte duurder en duurder. In 2013 is het uit met regionale politie. Het politieapparaat valt weer onder het ministerie van Justitie in plaats van Binnenlandse Zaken en gaat heten Nationale Politie. De bedoeling? Integratie van systemen, één leiding en minder bureaucratie. Deze documentaire is ondertussen bijna afgelopen. De operationele sterkte van de politie is nu 51.000 agenten. Vorig jaar waren er ongeveer 1300 aspiranten, die ik niet allemaal bij naam zal noemen, want zoveel tijd heb ik niet meer. Maar elke aspirant die nu begint, begint met een schone lei en zal misschien net zoveel beleven als Jan. Goede dingen en minder goede dingen. En ondanks dat iedereen verschillend is, draag je hoe dan ook fluoriserend geel. Oh ja, na het interview met Jan, toen alles alweer was ingepakt, zei hij, uiteindelijk ben je gewoon collega's. Dit was een documentaire over de Rijkspolitie. Commentaar Frederik de Groot en Peter Lussen. Regie en techniek Bob van der Hauven. Advies Marion Oskamp. Idee en script Sander Geel. Je hoorde verder de stemmen van Pieter de Wijn, Ron Brandsteder, Joop Doderer, Erik van der Donk, Fred Emmer, Herman van der Spek, Huub Stapel, René van het Hof, Peter Lussen, Lex de Recht, Lou Landré, Jules Croiset, Helbert Woudenberg, Joop van Zijl en Harmen Roeland. Je hoorde de muziek van Das Wezen, Arthur Kunne, Tent, Ruud van Hemert, Willeke Vrima, Bazooka, Cloud 9, Paleis van Boom, World According to, Peter Slaghuis, Ronald Schilperoort en Hans van Eyck.